nou precies gaan doen. En we zijn eigenlijk gekomen tot een principe van, nou ja, oké, laten we nou eens even teruggaan. Studeren kan leuker, het kan efficiënter en het kan uitdagender. Hoe? We maken er een spel van. We hebben bedacht, samen met Boom Juridische Uitgevers, want zij zijn degene die het project voor ons hebben ontwikkeld, technisch gezien. Ook omdat zij natuurlijk deels de content leveren, dus dan is het wel zo fijn. Wat hebben we bedacht? We hebben gekeken naar hoe kunnen we nou een telefoontje gebruiken wat niet zorgt voor ruis in ons onderwijs, maar wat ons onderwijs kan verrijken. Dus we hebben aan onze docenten gevraagd, en helaas is Jonathan nu net de deur uit, zie ik. Maar Jonathan die zat daar achterin, dat is een van de docenten geweest die 250 vragen heeft gemaakt met feedback en antwoordmogelijkheden. Want de app bestaat namelijk grotendeels uit MC-vragen. We hebben gezegd, we gaan een app bouwen en de app moet responsive zijn. Dus wij bouwen er vragen in. Studenten krijgen feedback op het moment dat ze de antwoorden goed of fout geven. En we gaan er verschillende componenten in bouwen. En je ziet hier een bolletje met studeren. Dat is iets wat studenten voorafgaand aan bijvoorbeeld een plenair hoorcollege kunnen doen. En stel, ik ben nu student hier aan ESL. Ik volg over een paar maanden volg ik het vak internationaal recht. Wat ik dan doe is voorafgaand aan het hoorcollege kijk ik in mijn reader. Oh, ik heb een hoofdstukje en ik heb een hoorcollege. Dat gaat over actoren van het internationaal recht. Dus kijk hoe ver ik ben in mijn kennis. En ik ga daar de modaliteit studeren. Na afloop kan die student ook de kennis testen. Ik heb net hoorcollege gevolgd. Heb ik begrepen wat de hoogleraar daar nou zojuist in de zaal stond te vertellen? Heb je het begrepen? Dan ga je de competitie spelen. En de competitie, dat is dus tegen de hele studentencohort. Of, en dat is een primeur, sinds vandaag ook live, dat je je medestudent opzoekt. Dat kan een willekeurige medestudent zijn. Dat kan de beste zijn uit je onderwijsgroep. Dat kan zelfs een docent zijn. Want ja, ik speel de game ook. Overigens ben ik veel meer van, ik neem jullie mee. Dus ik zou jullie ook gewoon willen uitnodigen om de app te downloaden. Dat kan ook. Mm-hmm. Alle UR-medewerkers die hebben natuurlijk een Erna-account. De app is te verkrijgen in de Apple App Store en in de Google Play Store. Waarom niet voor Microsoft? Omdat 3% van de gebruikers van smartphones een Microsoft bestuurd systeem heeft. En om heel eerlijk te zijn, het gat was op. Dus ja, je moet zo je prioriteiten stellen. Sorry? En daar ga ik maar even niet op in. Ja? Nee, maar gewoon vasthouden. Hè? We hebben ideeën nodig. Er is geld. Ja. Dankjewel, Ramon. Ja, dat zijn mijn dochters, dat klopt. U gaat naar ESL Legal Battle. Ik loop hier alles fout te beantwoorden natuurlijk, zoals u ziet. Dit is als u al in de game bent. Dus u heeft ingelogd met uw Erna-account, u heeft de pack gedownload, want u moet hem wel nog even downloaden. En vervolgens ziet u hier die vier modaliteiten waar we het net over hadden, ziet u hier weer terug. Op het moment dat ik zeg, ik wil graag studeren, nou, dan ziet u hier vijf categorieën internationaal recht. Stel nu dat ik al wat verder in het internationaal recht ben en ik denk, nou, die restcategorieën, dat heb ik aanstaande woensdag, dat ga ik nu alvast even oefenen. En door hier bovenin de vraag te lezen, er staat nu, geef aan welke van de onderstaande stellingen onjuist is. Nou, dat is een leuke vraag voor studenten, want studenten lezen namelijk over alles heen. Dus die kiezen dan gewoon wat uit en die denken, oh, dat zal wel goed zijn. Ja, fout. En waarom is het dan fout? Er staat hier de uitleg waarom het antwoord fout was. En zo gaan studenten at random constant 4, 5 van dit soort vragen beantwoorden. Gaan we terug. Het college is afgelopen. Ik zie dezelfde categorieën weer terugkomen. En ook hier denk ik van nou, voordat ik naar het college ging, begreep ik het niet helemaal. Ik ga het nu nog een keer proberen. En ik ga mezelf testen. En hier krijgt u dus een serie van vragen betreffende het onderwerp. Die volgen elkaar constant op. Bovenin
Dat balkje loopt nu ook helemaal vol. Daar zit hier tijd. Bovenin, net onder het balkje test jezelf. Dat loopt nu helemaal paars op. Dat betekent dat mijn tijd aan het lopen is. Dus ik moet nu wel heel snel zijn. Ik ga maar niet beantwoorden, want internationaal recht is nog niet echt mijn specialisme. Jammer dat Jonathan weg is. Maar het moet maar zo. En dan de battle. Wie van u speelt wel eens de slimste mens quiz op een tablet? Eén persoon? Twee. Nog meer? Nee? Daar nog één? Drie? Ik speel hem soms ook. Het principe is eigenlijk hetzelfde. Je kunt hier een battle starten. Kiezen tegen wie je gaat spelen. Ik zeg nu even, nou goed, ik zoek wel even een speler. Eline, ik weet niet waar je zit. Eline zit daar. Even kijken of ik Eline kan vinden. Dus de andere Eline is een verkeerde Eline. Deze Eline ken ik niet. Nee, ga ik maar niet doen. Weet je wat? Ik ga met een willekeurige speler spelen. En dan ziet u dus ook hier weer. Hè? Is het mijn beurt? Is het de beurt van een ander? Op het moment dat ik zeg van nou, ik ga gewoon spelen. Wederom weer die vijf categorieën die we eerst zagen. En ook hier weer at random vragen. Vandaar dus ook dat we 250 vragen nodig hebben om al die verschillende velden te kunnen vullen. Nou, als ik dan hier antwoord geef en ik zeg, oh, antwoord was fout, dan gaat hij direct door. In deze modaliteit krijg je dus geen feedback, omdat hij al heeft geoefend met die vragen eerder. Dus het hoort er eigenlijk al in te zitten. En je speelt het ook pas aan het einde, niet aan het begin. En hoe hebben we dit nou embed in het onderwijs? Wij hebben het... Ah, ik zie dat mijn broertje een berichtje stuurt. Ramon, kan je mijn beeld op zwart zetten? Nou, dan doe ik het maar even zelf. Maar goed, dat was mijn verhaal. Hoe hebben we het embed in het onderwijs? Wat we graag willen, is dat de app synchroon loopt met ons onderwijsprogramma. En zijn we in blok 1 bezig met inleiding tot de rechtswetenschap, dan wordt de app gevuld met de content van inleiding tot de rechtswetenschap. Gaan we in blok 2 over naar inleiding privaatrecht, dan komt de content van inleiding privaatrecht. Zodoende proberen we de app synchroon te laten lopen met het onderwijsprogramma. En bijkomend voordeel is, wij als docenten kunnen ons onderwijs aanpassen op de behoeften van de student. Want de app, dit is natuurlijk alleen de front office. In de back office is een heel systeem gebouwd waarmee we kunnen monitoren hoe het ervoor staat met die studenten. En als wij zien dat studenten op een bepaald onderdeel echt kennis nodig hebben, omdat er te weinig kennis is en dat blijkt dan ook uit de resultaten van de game, dan kunnen wij dus ervoor zorgen dat we het hoorcollege aanpassen op de kennisbehoeften van de student. Is natuurlijk wel eventjes een andere manier van lesgeven, is ook een andere manier van experimenteren en met studenten werken. Dus daar zullen we nog eventjes eerst een paar pilots in moeten draaien om te kijken wat is nou echt de beste werkwijze. Maar de eerste pilot die heeft zich al aangediend en we gaan over een kleine maand gaan we dit gewoon uitproberen. Kijken hoe het werkt. Spannend. Dankjewel. Dankjewel Fasida. Misschien is hier ook een vraag uit de zaal richting Fasida. Graag het knopje indrukken vanwege de live stream. Een hele korte vraag even komt er over voor en na. Maar in het goede verhaal is het probleem dat studenten tijdens het college op hun smartphone zaten. En wat gebeurt er dan met deze app tijdens het college? Je kunt natuurlijk ook bedenken dat je tijdens het college je studenten vraagt van goh, open de game. Maak nu eventjes dat onderdeeltje open en begin te spelen. Het is dan... Kun je doordat die studenten de vragen hebben gemaakt, tijdens je college zo'n vraag maken, kun je de interactie veel beter aangaan. Door bijvoorbeeld, als je dan feedback krijgt en je snapt de feedback niet, wat wel eens gebeurt, daar verder op in te gaan. Ja, dan zou ik alleen wel die 3% erbij betrekken. Ja, maar dan moet ik wel eerst even de rector heel lief aankijken en zeggen, ik heb geen geld meer, geef mij geld. Geen enkele student gebruik maken zo'n Windows. Geen enkele. Oké, dankjewel Fasida. We hebben nu een pitch-up-programma staan van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Vincent Homburg.